gezondheidspromotie heeft, de Stichting Gezondheidspromotie heeft vanmorgen voor Hotel Krasnapolski de vierde gezondheidspromotiedag gehouden. Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd met als doel de bevolking bewust te maken van het belang van een gezonde leefstijl. Sharma Bihari, voorzitter van de stichting, gaf aan dat de mensen gratis hun bloeddruk, glucosegehalte, gewicht en lengte konden laten meten. Bihari vertelt hoe de stichting op dit initiatief is gekomen. Zondag is sinds 2014, toen ik met een studiebeurs naar Cuba ben gegaan, heb ik gezien hoe zij echt preventief werken. Hoe ze hun medische studenten al vanaf het eerste medische studiejaar al inzetten om bloeddruk te checken en om de samenleving daar bewuster te maken over een gezonde levensstijl. Nou, ik heb dat idee dan zo'n beetje overgenomen. Ik ben naar Suriname gekomen. Samen met wat collega's van mij ben ik dan gestart om te zeggen van hé, laten we teruggeven aan de Surinaamse bevolking. Maar laten we ook de bewustwording opwekken in de Surinaamse bevolking. En dat zijn we vanaf 2014 gestart. En in 2015 hebben we dan een officiële stichting van gemaakt. En sindsdien organiseren we dan elk jaar in de maand augustus één dag de gezondheidspromotiedag voor Hotel Krasnapolski. De groep geeft adviezen over een gezonde levensstijl met als doel chronische ziekten te voorkomen, benadrukt Bihari. De stichting bestaat uit Surinaamse medische studenten die in Cuba of in Suriname hun studie doen, zegt de voorzitter. De meeste van mijn collega's zijn medische studenten, vergevorderde medische studenten. En we hebben ook één student die eigenlijk kunnen we zeggen een arts, is al een arts, is al afgestudeerd en ze heeft de artsentitel al. Die ook participeert, ze is ook afgestudeerd van Cuba, ze is net arts en ze helpt ons. Dus dit allemaal is een combinatie van medische studenten. En ook artsen die al net afgestudeerd zijn. We hebben ook een student die eerst de medische studie deed en dan is geswitcht naar farmaceutische wetenschappen. Die onze geïnteresseerden ook adviezen geeft welke medicijnen te gebruiken en in welke dosis. En hoe dat beter te gebruiken. Hallo Sharma Bihari, voorzitter van de Stichting Gezondheidspromotie. Ze sprak vanmorgen tijdens de Gezondheidspromotiedag die voor de vierde keer is gehouden.